Koury. En de goal voor Groningen. Mooi binnengewerkt door Strandlarsen. Schitterende voorzet ook van Elvan Koury. Geen idee wat dit moet voorstellen. Goeie spitse goal van Strandlarsen. Groningen weer op voorsprong. Strandlarsen aannemen en dan schieten en scoren. Ja, natuurlijk. Dat is 2-0. Dat gaat kinderlijk eenvoudig. Zo, die ligt nu wel wat ruimte. Strandlarsen neemt hem goed aan. Ze hebben nog een vervolg bij de Noorder. Dat is er zeker. En Onana moet zich redden, maar daar is Balk. Van hem. En die zit erin. Jawel. 1-0. Larsen. Strandlarsen. Zijn eerste doelpunt. Strandlarsen. Die hield hij vast, is kans op 2-0. Daniel van Kaan. Strandlarsen. Wat kan hij nog brengen? Wat kan hij nog brengen? Is dit een vrije trap? Dit is in ieder geval een vrije trap. Dat is dan toch wel weer zijn verdienste ook. Hoe goed hij de bal afschermt. Strandlarsen. Van Koepertson die aankomt. En hij heeft nog niet zo heel veel kansen gehad vandaag. Voorzet Strandlarsen, die komt daar even timmer in de lucht. Daar komt hij weer hoor, die spitsen. Daar ligt de tweede erin, jawel. Strandlarsen geeft hier in Sittard. Strandlarsen, en zo worden 3-1 voor FC Groningen. Legt Koepertson nog werkelijk perfect neer voor Strandlarsen. Balletje van La Cruz. Joosten. Ja, dan alsnog de treffer voor Groningen. Een paar minuten later. Nu is het Patrick Joosten met zijn eerste van het seizoen. Strandlarsen. Verlengd op Joël van Kaam. Dat is de beste kans. Gelaten. Kan er zelfs een beetje om lachen, jongen Strandlarsen. Koepertson en dan is de intikker daar en is het doelpunt daar. Want ja, een spits staat op de juiste plek. En dat doet hij dus. Op de juiste plek staan en dan is de afronding uiteindelijk niet eens zo heel moeilijk voor Strandlarsen. Hier een voorzet, daar is Strandlarsen en die knikt hem binnen. Er is ook maar heel weinig voor nodig voor Groningen om te scoren als ze een keer gevaarlijk worden. Doet hij dit? Hier is El Mesoudi. Tegen de raad ingeschoten en weer zo'n slimme goal van El Mesoudi. Een van de meest lepe spelers in de Eredivisie. El Mesoudi, ja! Hij is het weer, die Dekselse El Mesoudi. 1-0. Bal wel wat aan de harde kant voor Strandlarsen. Denk ik voor de corner. Die komt er niet. Ja, dan is het doelpunt natuurlijk ook wel aardig. Strandlarsen krijgt die bal voor. En dan staat Groningen met de eerste, de beste aanval die eigenlijk ergens op lijkt. Gewoon een voorsprong. Was een goede aanname van Strandlarsen. Dat is een geweldige actie van die invaller. Ja, dat is ook een goede onderbreking van Lundqvist. Waardoor daar Kroes kan aan hem nu moeten geven. Ja, is het moment voorbij. Kan alsnog nu. Strandlarsen. Ja, en die schiet hem nog keurig beheerst binnen. Goed gevoel voor positie bij Strandlarsen met zijn derde. Nou, kijk. Dat gaat een keer mis. Een foto erbij gehaald. Omdat hij zo blijft.
eerste paal. En dat moet hem wel zijn. In de rebound kan het alsnog. En hij gaat erin ook. Ramon Lundqvist. Telgenkamp keert nog de eerste inzet. Van Strand Larsen. Maar dan is het alsnog raak voor FC Groningen. Eerst testen ze weer op eigen helft, maar zijn ze Strand Larsen hier vergeten en die gaat er niet in. Larsen wordt bereikt, controle is goed, de controle is goed, hij heeft tijd nodig en schiet dan toch wat te tam. Strand Larsen, het is niet echt een kans, hij maakt er een kans van, de spits van FC Groningen.